Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Day in My Life. Het is vandaag woensdag 16 december. En ik ga zo even mijn haar nog kammen en zo. Dat heb ik nog niet gedaan. Ondertussen eet ik nog even mijn eten op. Ik heb namelijk nu zo'n condoleance. Laatst zei ik best wel veel. Vind ik best wel heftig ook. Maar ja, daar gaan we wel heen. Dus dat heb ik om 10 uur. Het is nu 9:30. Dus ik eet even snel mijn ontbijtje op. Ik kreeg trouwens de vorige keer vet vaak de vraag wat ik door mijn ontbijt doe. Dat zijn gepofte tarwe. Die kun je gewoon bij de Jumbo halen. Echt een tip. Want ik moet meer vezels eten. Ik heb ook van de dokter vezelzakjes en zo gekregen. Dus echt een tip. Verder ga ik zo even mijn tanden poetsen. Eet ik dus even het ontbijtje op. En dan ga ik er ook vandoor. Dus ja. Ik neem jullie vandaag. En ik denk morgen ook nog even mee. Want ik doe dus niet echt meer weekvlogs. Check even de sushi mukbang. Ik doe altijd zo omdat ik niet weet waar dat gelinkt staat. Volgens mij daar of daar. Ik denk daar. Geen idee. Eventjes nog bijpraten. We zitten natuurlijk nu in een lockdown. Ja, ik was zo'n iemand die met mijn zus nog snel naar de bouwmarkt ging. Maandag. Omdat wij gaan verhuizen natuurlijk. Bij mijn vader en dat huis en die kamer. We hadden nog laminaattekort. Dus dat moesten we gewoon halen. Dus dat hebben we nog gehaald. Zit in mijn auto. Ik weet niet of je het kan zien. Daar. Helemaal vol. Top. Dus morgen ga ik weer naar papa toe. En dan breng ik dat ook gelijk. En zaterdag is de dag van, ik denk, een van de laatste dagen. Dus dan ga ik ook filmen en zo. Dus dan gaan we echt een beetje verhuizen. Dus dat is heel erg leuk. Dus daarvoor hadden we het gewoon echt nodig. Daarna heb ik eigenlijk niet per se een hele boeiende planning. Ik denk dat iedereen dat nu wel een beetje heeft. Ik heb natuurlijk nog geen school. 8 februari begin ik weer met waar ik gebleven ben met mijn HBO Creative Business. Dus gewoon weer in het tweede halve jaar, zeg maar. 2,5 jaar. Dus daar stroom ik dan weer, nou ja, gezellig in. Dus ja, ik werk gewoon nu voor YouTube en Instagram. En dat gaat hartstikke goed en daar ben ik heel erg blij mee. Maar ik ga vandaag nog, echt heel erg leuk, cadeautjes langs brengen. Ik heb hier cadeautjes liggen. Oh. Een tasje voor Marit en hier voor Lies. Dus die ga ik vanmiddag langs brengen. En die van mijn opa en oma ga ik letterlijk voor de deur leggen en dan ren ik weg. Dus daar ga ik jullie vanmiddag ook even mee naartoe nemen. Want dat zijn dus kerstcadeautjes. Zodat ze die onder de kerstboom alvast kunnen leggen. Dus ja, heel erg veel zin in om dat te geven. Ik ga nu snel mijn tanden poetsen. Even mijn outfitje laten zien en dan ga ik naar het condoleren toe. Ik draag dit vestje van Shein. Ik vind die echt heel erg mooi. Een kanten hemdje met zo'n kanten randje van de Bershka. Leren broek is van Naked. En de laarsjes zijn van Guts en Gusto. Dus toen ik nog naar de Gamma ging om laminaat snel te halen, zag ik dit van de kerst. Echt zo leuk. Ik weet niet of je het een beetje kan zien. Maar het is echt zo'n tak met gouden blaadjes. En die kun je nog aandoen met zo'n lampje, maar dat moet ik nog doen. En die heb ik dus zo helemaal eromheen. Helemaal knus. Dit is trouwens een extra video. Ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Ik weet niet, ik was er wel voor in de mood. Ik dacht, let's do it. Gisteren en eergisteren was ik ook mega druk. Ik weet niet, ja, eigenlijk best logisch. Want de campagnes voor kerst en zo was gewoon echt heel erg veel. Ik had echt veel samenwerking en dingen wat ik moest afronden. Dus ik was echt vet druk. En dan merkte ik ook wel direct, mijn wekker. Want gisteren had ik bijvoorbeeld ook een psycholooggesprek weer. Dat heb ik één keer in de 2 weken ongeveer. Via de laptop. Dat vind ik ook nog wel heel lastig of zo. Dat je gewoon niet in het echt dat doet, zeg maar. Dat is gewoon heel raar. Maar ja, dan merk je gewoon dat je daarna helemaal kapot bent. Dus ik had daarna nog een etentje gewoon thuis bij het gezin van Sander, mijn vriend. Want die ouders waren zoveel jaar getrouwd. Maar ik was kapot. We zijn weer opgeladen. We gaan er weer worden. Nou, ik ga onderweg. Dan neem ik Lisa gelijk mee, want die moet ook condoleren nu. Of die gaat nu ook condoleren. En dan gaan we even naar haar huis. Nog even nazitten. En ik geef dan ook gelijk de cadeautjes nog voor kerst. En dan ga ik naar opa en oma. En nog naar Marit. Dus dat gaan we nu doen. Let's go. Ik heb gecondoleerd en ik ben nu bij mijn opa en oma aangekomen. Ik hoop dat ze thuis zijn, want ik wil het als een verrassing laten. En dan ga ik het voor de deur leggen. Ik doe mijn mondkapje op. En helaas kan ik ze niet knuffelen. Maar ik hoop in ieder geval dat ze gewoon thuis zijn. Hopelijk herkennen ze me met een mondkapje. Nee, grapje. Zo.
even kijken. Deze. Voor jullie. No, ik hield hem net. Oh, nee, maar ik mag niet naar binnen, hè? Je mag niet naar binnen. Ik goed. Ik wil er net niet om niet gaan. Wat zeg je? Wil je naar ons gaan? Ja, oh, ja, mijn moeder is wel thuis, maar mijn moeder is wel aan het werk. Oh, nee. Heb je zin om wat te drinken, meisje? Ja, maar gewoon een theetje. Hier. Ja, ga maar liggen, zus. Leuk. Moet je even uitpakken. Het is een kandelaar, dus allemaal kerstdingetjes. Ja. Ja. Dat wil ik zo goed. Leuk toch? Die heb ik maandag nog gehaald voor alles dichtgezien. Nou, ik ben weer in de auto. Het is een beetje een autovlog, sorry daarvoor. Ja, uiteindelijk ben ik toch even naar binnen gegaan. Want oma zei ook, je mag gewoon één naar binnen. Toen dacht ik, ja, dat is ook waar. Dus ik heb lekker mijn mondkapje voorgehouden en absoluut op afstand. Dus dat is helemaal goed. En het was zo lief. Ik had ze natuurlijk al eventjes niet gezien. En ik had een cadeautje en ze vonden het echt zo leuk. En dat vind ik zo zielig eigenlijk. Denk ik echt, oh. En toen ging ze het kaartje lezen en zeepjes had ik er nog bij gedaan. En zo'n kandelaar. Oh, het was echt zo lief. Ik heb niet alles gefilmd, want ik weet niet. Ik wil dan niet gelijk de camera op hun neus zetten of zo. Maar ik heb wel een beetje gefilmd. En ja, ik weet niet. Voor mij persoonlijk vind ik dat gewoon heel fijn. En ze vonden het zo fijn dat ik er was. Ik heb er nog 3 kwartier even lekker gebabbeld. En nu moet ik ook wel verder. Want ik moet nog naar meer mensen natuurlijk. Maar dat was wel echt even heel fijn. Ze konden het echt waarderen. Ze vonden het zo leuk dat ik er was. Ze hadden al heel lang niemand gezien. Oh, ik vind dat zo zielig. Dus ja, dat was echt heel erg fijn. Dus ik ga nu naar Mar. Ik moet ook vet nodig naar wc, maar ik wou daar niet naar wc. Ik wil dat allemaal niet aanraken en zo. Ik ben daar een beetje panisch over. Dus ik ga naar Mar, dan ga ik daar even naar de wc. En dan geef ik haar het cadeau en dan ga ik naar Lies. En dan is dat het rondje van vandaag. En dan gaan we weer naar huis. Dus let's go to Marit. Hey. Hey, heb je online school? Nee, Mar. Hi. Dank u, ik heb cadeautje. Kerstcadeautje. Mag je eigenlijk ook pas met kerst openmaken. Oh. Dus dat was hem. Andere ja. Die mag ze van mij al. Als seksist. Oh, jij die kennen we. Ja. Oh, dat wil ik direct ruiken. Oh, wacht, hij gaat zo uit. Ja. Oh, ik dacht echt, dit is echt iets voor Mar. Ja. Dus dat heb ik gehad. Ik heb hem ook allemaal in elkaar slaan. Ja, I know. Die is lekker. Ja, dat is toch Singing Carols. Ja. Of dat niet die, ja. En Snowflake. Oh, Snowfall. Oh, lekker, lekker. En Holiday Heart. Oh ja, het is ook zo lekker. Mm. Ja, en die is voor echt kerst. Die is voor echt kerst. Ja, die bewaren voor kerst. Dank je. Alsjeblieft. Nou, ik ben weer thuis en ik ga nu even mijn favoriete smoothie maken. Ik zal even laten zien wat ik erin doe. En even een tosti, want daar heb ik heel veel zin in. Het is namelijk 2:15, dus wat trek. Dus even een smoothie maken. En de greetkaarten zijn eindelijk binnen voor Sanne en Lisa. En die had ik vrijdag dus al besteld en het zou zaterdag binnenkomen. Maar een beetje vertraagd, dus ik was er achteraan gegaan. En ze hebben het opnieuw opgestuurd. Echt heel erg fijn. Dus dat is chill. Dus nou ja, ik kom net van Lisa. Dus eigenlijk moet ik straks weer of een keer weer naar Lisa om dat kaartje te geven. Maar dat is prima. Hearts like leaves there to and fro. Hard to know where they'll go. Aren't you tired of floating on? Float until your time is gone. Oh, 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 oh.
vet gezond, maar je proeft nauwelijks de spinazie. Dus echt heel lekker. Ik heb lekker even gegeten en ik heb die hik vreselijk. Ik heb ondertussen lekker perfecte plaatje gekeken. Ik vind dat zo, zo leuk. En ik vind Stefano echt geweldig. Hij mag voor mij de winnaar worden. Ik weet niet, ik vind hem echt zo creatief en gewoon zijn persoonlijkheid echt I like. I like. Oké, misschien moet ik even wachten tot mijn hik voorbij is. We waren 10 minuten verder en ik heb nog steeds de hik. Dus sorry, maar ik wil graag dit pakketje laten zien zodat ik door kan gaan. Ik heb namelijk van... Ik heb gevraagd hoe ik het uitspreek. Het is Marques of Marcus. Een heel groot pakketje binnengekregen. En ik ga het even unboxen. Ik mocht namelijk 4 items uitzoeken. Heel erg leuk. Het webshopje of de website kende ik zelf niet. Maar ik ben gaan kijken en ik vond echt hele leuke items. Dus zeker de moeite waard. En met Floor 15 krijg je 15% korting op je bestelling. Ik zal alle linkjes in de beschrijving zetten van deze webshop. En de kortingscode ook. En dan kun je die checken in de beschrijving. En het eerste wat ik heb gevraagd is dit. En ik weet dus echt niet wat ik ervan vind en of het me staat. Ik ga even mijn haar zo doen. Het is namelijk zo'n bucket hat. In een teddy zwart stofje. Ik wilde hem in beige, die hadden ze ook, maar die was helaas uitverkocht. Dus ik dacht ik doe gewoon deze. Wacht zo. Ik vind het eigenlijk dus wel echt heel erg geinig. I don't know. En dan met die lekkere dikke warme jas. Oh sorry voor mijn hik, echt vreselijk. Maar... let me know wat jullie ervan vinden. Je moet ervan houden. Ik vind het denk ik wel grappig. Maar ja, goed, dat is dus deze. En dit is een one size. En ze hebben hem dus ook in het beige. Dus die heb ik gekregen. Kijk, dit is de webshop. Dan het volgende item. Dat is namelijk dit hele leuke truitje. Het is eigenlijk gewoon een wikkelvest. Een zwarte. Ik had nog geen zwarte wikkelvest en ik dacht... die heb ik nog echt nodig. Heel vaak denk ik, oh hierbij past zo'n zwarte, maar dat heb ik niet. Een zwart wikkelvestje. Dan nog een heel leuk rokje. Dit rokje is ook een one size, echt heel erg leuk. Weet je, zo'n camel kleur rokje. Heel erg zacht, niet normaal. Het is echt zo'n suède stofje, dus deze vond ik wel leuk. Die heb ik ook in een one size. Als laatste eigenlijk een item wat een beetje voor de zomer is. Maar ik vond hem zo leuk, ik dacht, oh ja, die vraag ik gewoon alvast. Dat is namelijk dit broderie jurkje. Het is echt een zomeritem, maar dit is zo leuk. Het is dus een wit broderie jurkje met een V-hals. Hele schattige mouwtjes. Heel erg leuk. En daarbij zit dus nog een band. Dus dat zijn de items die ik heb ontvangen. Heel erg bedankt Marcus hiervoor. Ja, vergeet zeker niet de kortingscode. Ik ga nu mijn konijnenhok schoonmaken. Ik heb er echt geen zin in, maar moet gebeuren. Want mijn konijnen die hebben iets stouts gedaan. Kijk, vanochtend kwam ik en toen... ik heb het ren vast aan het hok, zodat ze daar ook nog helemaal heen kunnen. Maar het is dus overal zand. Ik dacht, hé, wat is dit? Was hier heel klein beetje zand. Hebben ze helemaal zitten graven. Nou, pff. En gelukkig konden ze er niet onderuit, want hierachter staat een plank. Dus ja, ze hebben flink zitten graven. Dus ik ga het hok schoonmaken en dit even fixen. Oké, plan changed. Ik heb echt even geen zin om het hok schoon te maken. Dus ik ga dat lekker morgen doen. Ik voel me ook niet helemaal... ik heb vandaag genoeg gedaan. Ik voel het gewoon aan alles. Ik krijg weer buikpijn. Moet ik niet gaan doen. Dus ik ga even snel mijn kamer opruimen. Want dan moet ik wel doen. Anders krijg ik gewoon geen rust. Kijk. Pakketjes en dingen. Dus dat ga ik nu even doen snel. Dan ga ik even een home workoutje doen voor buikspieren. Ik weet niet of het tactisch is. Want ik heb wel een beetje zere buik. Maar ik denk als ik een beetje bezig ga dat het wel weggaat. Dus ik ga het gewoon proberen en daarna wil ik een yoga iets achterplakken. Op Insta zo krijg ik ook heel vaak de vraag over, nou ja, mental health en dat soort dingen. Dus mocht je me nog niet volgen, mijn Instagram naam is @floordelver. Maar ik krijg ook heel vaak dus de vraag welke yoga varianten zo ik heel chill vind en of ik dat wil gaan delen. Dus ik ga nu zelf eerst ook op onderzoek uit wat voor mij fijn is. En mocht ik iets gaan vinden wat ik gewoon fijn vind op lange termijn, dan ga ik dat zeker delen. Dus dat wil ik straks gaan doen. Dus eerst even helemaal clean, zodat je hoofd lekker rustig is. Dan ga ik even een yogamatje neerleggen en misschien een klein beetje buikoefeningen doen. Maar ik denk vooral yoga. Even zen. En vanavond komt Sander en dan gaan we ook een stuk wandelen. Dus daar heb ik ook wel heel erg veel zin in. Dus, wat ik tegenwoordig echt vaak zie, zijn jongeren of, nou ja, zo oud zijn ze, 13 of zo. Die dus vet hard een box tijdens het fietsen aandoen. Ik vind dat dus best wel heftig. Of zo. Ik zou dat
toen ik 13 was, was wel echt niet doen. Doe lekker oortjes in. Ik heb gewoon letterlijk mijn raam op en ik hoor gewoon echt nu nog steeds de muziek van een box op de fiets. I don't know. Nou, half uur yoga gedaan. Dat was echt even heel chill voor mijn spieren. En nu ga ik lekker in bad een boekje lezen. Helemaal zin in. Zo, ik heb heerlijk in bad gezeten en ik ga nu lekker onder de douche. Mijn haar denk ik ook eventjes lekker wassen. En buiten zijn ze aan het boren, geen idee wat ze aan het doen zijn, dus dat hoor je. Maar, heel erg leuk, ik heb vorige week ongeveer de producten van de Happy Soaps getest. En daar heb ik dus mijn haar en zo mee gewassen. En ik heb een super leuke samenwerking met de Happy Soaps, want ik heb het dus getest. En ik vond het oprecht heel chill, dus ik wilde zeker een samenwerking aangaan. De Happy Soaps staat namelijk bekend voor hun duurzaamheid. Eén bar, ik kan het wel even laten zien. Deze heb ik bijvoorbeeld gebruikt. Deze shampoo bar. Het is echt super lekker duurzaam ook. En deze ruikt dus echt lekker naar kaneel. Maar goed, dat heb ik dus zo onder het water gedaan. Gaat het schuimen en dan doe ik het zo in mijn haar. Maar één bar staat dus voor 3 tot 4 shampoo flessen. Het komt namelijk in helemaal mooi karton binnen. Ik heb hier wel een klein stukje nog. Maar daar bewaar ik hem op. Nou, en je hebt de conditioner, deo, een shaving bar. Dus allerlei soorten bars van de Happy Soaps dus. En die heb ik getest en ik vind het oprecht heel erg chill. Je doet het dus zo met nat water en de bar er zo tussen. En dan gaat het schuimen en dan doe je het lekker in je haar. En het is gewoon vet duurzaam. Dus dat is heel erg top. Het is ook heel erg makkelijk in gebruik, want je hoeft geen shampoofles of iets neer te zetten. Je hebt gewoon een bar die je lekker in het water kan doen. Dus en het gaat lekker schuimen. Dus ja, ik vind het heel erg chill. En ik heb ook nog een leuke kortingscode voor jullie van de Happy Soaps. Dus check zeker even de beschrijving. Daar zou ik het neerzetten met een link naar de website toe. En op mijn Instagram account, @floordelver, staat er nu een winactie online in samenwerking met de Happy Soaps dus. Dus mocht jij... Oh, het gaat helemaal beslaan. Dat komt natuurlijk door het bad. Maar heb jij interesse in producten en wil je het graag testen van de Happy Soaps, doe dan zeker mee met de winactie. Want dan mag je product naar keuze uit gaan zoeken. Dus check even mijn Instagram, @floordelver. En ik wil de Happy Soaps heel erg bedanken voor deze samenwerking. En ik ben er heel erg blij mee. Ik heb het hier ook staan. Als ik ga douchen, kan ik het lekker pakken. Wacht, hier. Dus dat is top. Daarnaast is de Happy Soaps ook palmolievrij. En dat is natuurlijk ook goed voor de wereld. Dus dat is ook heel erg fijn. Ik ga nu even lekker douchen. Al het zweet van me af douchen. En ja, ik denk ook even mijn haar wassen. Ik kan trouwens wel het resultaat laten zien. Want ik heb het dus gisteren ook weer gewassen. Met de Happy Soaps. Nou, het ziet er gewoon prima uit. Het lijkt trouwens een beetje paarsig. Maar dat komt door het licht hier. Ik zou even naar goed licht lopen. Ja, goed licht. Het is overal al helemaal donker. Maar ja, dit is het beste licht wat ik nu even kan fixen. Maar het ziet er gewoon echt prima uit. En ik heb het niet eens gesteld. Ik heb het gewoon geborsteld. Dus ik heb de shampoo en conditioner gebruikt van de Happy Soaps. En I like. Ik ga nu snel douchen. Het zweet eraf douchen van in bad zijn. En de yoga heeft zeker even geholpen. Dus dat is heel erg fijn. En ja, yeah, wij gaan nu wandelen. Dus ik trek mijn schoenen aan en dan gaan we wandelen. Samen zijn we naar Londen geweest. Ja. En we hebben daar een aanzienlijk bedrag binnen. Of gewoon eten of echt een, ik weet het eigenlijk, ijsje. Voordat ik daar sta weet ik het nooit. Nee, ik ook niet. Behalve op de plek. Maar ben jij een ijsje of echt een? Ik heb zin in een frappe, maar die zie je niet lekker. Nee, die zie je echt niet lekker. Dan doe ik een grote patat met een soft ijsje. Oké, straks nog maar een keer wat vergeten. Hoi, mag ik 1 keer kip 6 met frietsaus? Nee, kip 9. Oh, kip 9, sorry. Goedemorgen en het is alweer de volgende dag. Volgens mij heb ik nog een beetje make-up hier zitten, maar goed. Uiteindelijk heb ik met Sander nog gewandeld. Zijn we nog even naar de Mac gegaan. Echt heel slecht. Ik ben daar zo lang niet meer geweest en ik had daar zo'n craving naar. Craving, ik zeg dat zo lelijk. Craving, craving. Nee, goed. Hè? Dus dat hebben we gedaan en was lekker. Daarna zijn we gewoon weer lekker hier in dit grote bed
gegaan en zijn we ook gewoon filmpjes gaan kijken en ben ik in slaap gevallen heel vroeg. Heel chill. Dus ja, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik heb trouwens jullie hulp nodig. Mijn haar, voor de mensen die mij echt lang volgen, weten dat het echt altijd tot hier was. Ik heb echt heel mijn leven al heel lang haar gehad. Toen ben ik het begin dit jaar, dus in januari, tot hier gegaan. Vond ik niet mooi bij mij. En toen op een gegeven moment had ik lengte tot hier ongeveer. Dat vond ik best wel mooi. Ik vind het nu namelijk saai of zo. En ik heb zin om die lokjes hier zo een beetje bij te knippen. Dat het een beetje zo gaat. En dan tot hier. Hier ongeveer. Dat dit eraf gaat. Kappers zijn natuurlijk dicht. Ik heb helemaal zin om het zelf te doen. Gaan we denk ik niet doen. Maar goed, let me know wat jullie mooi vinden. Of gewoon, ik heb het nu ook niet gedaan en niet gekamd. Maar of gewoon, nou ja, zo dus. Of gewoon zo. Kijk de vlog van de sapjeskuur. Dat ik een paar dagen die sapjeskuur ging doen. Daar vond ik mijn haar heel mooi. Dus ik denk zoiets. Let me know wat jullie ervan vinden. Ik ga lekker de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En dan zie ik jullie tot de volgende video. Dinsdag. Doei doei.